een nieuwe dag. Goedemorgen vanuit de Efteling. Ik hoor de vogeltjes al fluiten. Een nieuwe dag. Geen gezaag, geen geruzie, alleen maar blije gezichten. Dag Jeffrey, goedemorgen. Waar zijn we? Hier op deze nieuwe dag. Dames en heren, welkom en leuk dat je kijkt naar Mr. Theme Park Fans. En vandaag zijn we... Jeffrey, man. Waar zijn we? Je durft het niet zeggen, nee? Niet in Plopsaland. Nee, we hebben een afslag gemist. Ja. We zijn verkeerd afgeslaan. Want de afslag is waar? Recht voor ons. Ja. Daar hoeven we te zijn. Recht voor ons. En het park is nog niet open. Een leuk weetje. Dat is een heel leuk weetje. De Efteling was vroeger altijd om 9 uur geopend. En dat doen ze al jaren. En dat is gelukkig nog niet afgeschaft. Dus voor de grote Efteling-fans, in tegenstelling tot Toverland of andere parken, ja, bijvoorbeeld Walibi Belgium, Billewaarde en ja, er zijn nog parken, ze zeggen van we gaan om 10 uur open, dan zijn ze ook effectief om 10 uur de poorten aan het openen. Hier in de Efteling en in Plopsaland de Pannen is dat zo, dat de Efteling wel om 9 uur open is en Plopsaland de Pannen om 9:30 's morgens. Dat is een leuk tipje, als je geen file wilt hebben, probeert vroeg te komen. Goed, wij zijn vroeg, want wij hebben hier gaan slapen in de buurt en ik heb tickets. Ja, en ik vind dat fantastisch om 9 uur gaat open. Ja, Jeffrey, jong. Geen geluk. Geluk. Ja, denk het, misschien 9:30. Gaat dat zijn? Is dat wel al klaar? Ja. Goed, wat gaan we doen, jongen? Hé, wat gaan we doen? Sorry, ik was afgeleid. Ja, je rood hapje staat er niet. Nee. Wat gaan we doen? Dingen die we gisteren niet kunnen doen hebben. Ja, dat is. Sprookjesbos, denk ik dan aan. Sprookjesbos, klopt, ja. Wacht, hè. Dat is misschien de moeilijkste. Misschien naar de ingang gaan. Vanavond doen we dat ook. Dat hebben we vandaag nog niet gedaan. Naar de uitgang en de ingang gaan. Ja. Villa Volta eventueel, kan. Ja. Daar zijn we net. Ja, het is wel mooi weer. Misschien heb ik daar wel geen zin in, maar we zien wel. Ja, er zijn nog wel dingen. Carnavalfestival, ja. Oh, het Sprookjesbos. Ja, misschien is er ook open vandaag. We weten dat niet. Hopelijk. Ik hoop dat hij open is. Goed. Ja. Want ik heb hem nog niet zien werken. Ik ging bijna zeggen van... Hij heeft niet stuk. Het heeft te maken met waterspeeltuin daarnaast. Die leiding die lopen we samen. Want daar zijn ook watereffecten in. Maar het kan goed zijn dat de mensen volgende week komen of dat deze video online is, dat die al terug vermaakt is. Dat kan. Dus goed, ja. Mensen. En wat gaan we nog doen vandaag? Wacht, wat hebben we nog niet gedaan? Ah, Ravelijn moeten we ook nog doen vandaag. Ja, kijk, maar de mensen zijn nog niet gewakker. Ja, om 5:00 zijn we wakker gekomen deze morgen. En er is... ik mag niet zeggen dat er nieuws is, dat is geen waar. Ik heb gisteren leuke dingen gekocht. En ik had jullie verteld in een video gisteren dat ik iets gekocht heb. Dat zijn namelijk die lampen. Die lampen vind ik echt zo cool. Ik ben content dat ik dat eigenlijk wel gekocht heb. Want dat zijn eigenlijk echt hele coole lampen. Echt waar. Dat je iets hebt van een Efteling. Dat je denkt aan een Efteling, Jeffrey. Waar denk je dan als je denkt aan de Efteling? Aan het huis van de vijf zintuigen. Ja. En hier aan die lampen. Die. Dat is zo typisch Efteling en Sprookjesbos. Die zijn er ook al goed bezig. Ja. Ik vind die lampen eigenlijk echt cool. Al altijd geweest, ik vind dat echt hele coole lampen. Ja. Echt waar. Dat is altijd dat is wel speciaal, hè? Ja, en wel. Ik kan een keer tonen hoe speciaal dat is. Eigenlijk is dat wel speciaal, vind dat ik ook wel prachtig. Ja, dat zijn echt zalige lampen. Ja. Nog nooit gezien in een pretpark en dat is eigenlijk wel cool. Ja, Rieke, dat is wel Efteling. De Eftelinglamp. Fantastisch. Die zijn echt zo cool. Goedemorgen, Jeffrey. Goedemorgen.
Welkom in de Efteling en we gaan onze oude gewoontes niet afbreken. Hè. Altijd dat niet. Ja, we gaan dat altijd blijven doen. Vandaag is de koffie, maar nu is thee. Ja, vandaag is thee. Ja, we hebben vanmorgen koffie gedronken. Ja. Het is voor onze blaas. We gaan een keer wat thee drinken. Dat is iets beter voor onze blaas, want het is zo een beetje van dat speciaal weer en toen moeten we te veel naar het toilet. Dat klopt. Dus daarom gaan we nu thee drinken. Wat zeg je, santé? Dat is hier. Ja, gedaan. Dat is lekker. Dat is wel mooi achter u eigenlijk. Hè? Maar achter u ook, hè? Ah, ja. Een ijsbeer, een aap, dat zit Jeffrey, als hij thuis is en hij denkt aan de Efteling, dan is dat Jeffrey. Ja. De orangutang. En dat hij zijn Efteling echt mist, gaat hij naar Paradijs aan de orangutangs gaan kijken. Ja, dat klopt. Voilà. Dat is een andere zo. Ja, hè. Ja, dank u wel. Hey, pardons. Goedemorgen. Alles goed? Goed te zien. Ja hoor, gewoon niet klagen. We hebben weer geluk, hè. Daarnet nog op de foto kunnen gaan met Pardos. We hebben naar het toilet geweest en wat gebeurt er? Pardos is weg. Ja, dat klopt. Ja, dat is geluk. Hetzelfde zoals gisteren met het komen hè. Ja. Goed, ja. We gaan vandaag een leuke dag beleven. En ik heb er zin in. Een rustige dag weliswaar. En we gaan een attractie doen. En de zon schijnt. Heerlijk weertje. En deze avond gaan we naar hier komen eten en wat dat filmen, dat is plezant. We gaan pannenkoeken eten. Kom maar allemaal samen met Pardoes en Pardijn. En symbolica. We zingen oh oh oh, hier is je pannenkoek. Eet hem lekker op en laat ons weten wat je ervan vond. Ja, zoiets. Heerlijk. Dat is onze eigen passie, mensen. Ja, tuurlijk. We gaan naar Carnaval Festival en Jeffrey had een liedje opleggen van... O jee, punctueel. De carnavalversie, of niet? Misschien wel, hè. Ik ben aan het wachten, hoor. Ongelooflijk. Het is nog vroeg, mensen. Ja, het is heel vroeg. Ja. Rustig dagje. Sprookjesbos, Ravelijn, Carnaval Festival, Droomvlucht. Wat valt er nog allemaal te beleven? Heel veel. Typisch, hè. Ja, dat wel. Niet. Het is kapot. Dat is ja, maar ik heb geen papier niet meer. Ik ga niet al mijn papier weggeven. Hè? Ja, merk het. Nee, geen geluk. Hallo, hallo, papier hier. Dank u wel, dank u wel. Ik denk dat echt een keer om me kijken en bedankt u wel. Ja, hier is het ook goed voor te eten. Poffertjes, zijn goeie, hè? Lekker de poffertjes. Heerlijke poffertjes. Ja, Carnavalfestival. Oei, hier ons nummer. Ja, ons klassieker. te vinden op de een van de afleveringen van... ja, van Mr. Theme Park Fans. Ook nog een relatief recente video. Ja, hè? Dat is het nummer. Men daar een liedje opgemaakt. Ja. Alhoewel, ben het al vergeten hoe het gaat. Op diep in de zee was het. Nee? Op diep in de zee. Het, ja, we zijn hier weer in de Eftelingeling. En zoiets, ik zo ging dat, hè. Ik ga hem nog een keer aan herinneren vandaag. Ja. En dan ging dat zo van pannenkoeken eten. Ja, ik kan daar een goed verhaal over. Ja? In Parijs, toen ik daar was in Parijs, ben hier al zo een keer een nummer gehad. Hey, van pannenkoeken eten. Hey. Ja. En er was daar iemand bij het Louvre. Je hebt daar zo'n klein gebouw. Ja. Ik weet niet wat ik het moet noemen, maar die mooi gedecoreerd is. Of ja, alleen gedecoreerd. Het is mooi gebouwd. Het is, eigenlijk, want alles in Parijs is echt. Hey. Er is niks van decor. Hey.
Dat is iets van vroeger die echt is, hè. En ja, hoe moet ik dat zeggen? Die mens was daar met zijn... een viool. Nee, dat is geen viool. Zo'n dingen direct en weer naartoe had. Een accordeon. Die mens was daar met zijn accordeon aan het spelen en dat was dat nummer van Pannenkoeken Eten. En kijk zo, ik zeg, ken dat ergens van? En ik monteer dat thuis en dat is zo van, ja, juist Pannenkoeken Eten. En men heeft dan een nummer gemaakt in een Efteling en komt dat dan tegen in Parijs. Ja, zalig eigenlijk. Wij gaan pannenkoeken eten. Ah, dat was. Ja. La 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 la. Of poffertjes misschien, ken je het nog? Ja, twee hits. Ja, cool, hè. Niet, Wij zijn hier in de Eftelingeling, pingelingeling. Wij maken hier heel veel plezier, pingelingeling. Met Jeffrey en Jordi erbij, pingelingeling. Ja, ja. Ken je het? Ja. Ken je het nog? Mm-hmm. En dan zo, wij gaan pannenkoeken eten. Of poffertjes misschien. Dat kan ook, hè. Ja. Ik ga een keer iets filmen, want het is een beetje rustig en we gaan ervan profiteren. Tof. Ja mensen, de mensen die denken van en die binnenkort gaan reageren van waarom is Sirocco niet in je video, hij is dicht. Maar zo ziet het plein eruit zonder volk. Het is niet kapot voor de duidelijkheid ook. Het is dat ernaast dat kapot is. Het is alle twee kapot. Nee, het is omdat het water dat ze moet naar werken, dat ligt daar samen. Ja, goed, maar het is niet open, dus het is kapot. Het is kapot. Ja. Misschien wel. We gaan een carnavalfestival doen. Let's go! Daarvoor worstel ik niet meer op dag van vandaag, weet je, vriend? Dat is een Noordpool die aan het smelten is. Nee, en is aan het vissen. Ja, ja. Weet er zijn ze visjes. Ja. Oei, oei. Ja, lap. Een nap. Zolang het doen, we zitten hier nog altijd. Je zegt...
Jeffrey, man, heb je nog je feest voor te nemen van gisteren? Nee. Ik ben feestvierd. Ik heb niet mee. Doe toch. En wat vind je van al deze wonderlanden hier in de weg? Ik vind het eigenlijk wel nog een keer gezellig om een keer te bezoeken. Ja. Maar ik denk dat ze organiseren is, ja, je kunt er meer mee doen. Meer spektakel, dat is wat er mankeert. Het lokt er niet aan. Het is leuk gedaan. Maar Dos zit hier blijkbaar, dat is wel tof. Kijk, dat zijn zo van die dingen die het wel leuk maken. En hier aan die stoel zit er ook een boxje. Hallo, naar laag. Weet je nu het antwoord op deze vraag? Daar, wie ben ik? Dat is cool. En ja, nu gaan we naar de volgende. Dat is tof, dat er overal een andere vee op zat. Ja. Fakir. Kijk, hier zit er een koning. Dat is heel jammer dat de fakir hier nooit komt. Ja. Komt er hier geluid uit? Kan ik je luisteren? Nee, denk het niet. Maar Jeffrey zei ook nog net dat die stoelen ook gethematiseerd zijn. Dus ja, daar zie je het. He. De vlag van de fakir, dus de fakir zit hier. Dan heb je hier het belletje van Pardoes. Dus Pardoes komt hieruit. Eigenlijk is dat wel leuk. Dat zijn zo van die kleine details. Wie zit er hier? Die hebben we daarnet gehad, de koning. Dat is leuk. Dan hebben we hier iemand anders. Wie hebben we hier zitten? Het mandje. Dat kan nog een keer rood kapje zijn. Het mandje kan ook kapje zijn. Ja, misschien wel, maar dat is wel leuk. En dan gaat het kapje hier iets zeggen. En wie zit er hier? Ah, dat is Max en Moritz. Van het geetkussen. Dat is wel gemakkelijk. En dan heb je hier papier met de vork. Wat is dat? Wie is papier met de vork? Ah, Hollebolle Gijs. Ja. Ja, dat is Hollebolle Gijs. En dan hebben we bloemetjes. Wie is er zot van bloemetjes? Is je waterlelies misschien? Inderdaad. Misschien moet ik een keer luisteren. Het is al voorbij. Eet me. Ja. Ah, dat zal alles zijn. Ja, ja. Eet me. Dank je wel. Ja, dat is alles. Ah ja, Jeffrey, want Alice zit niet in het sprookje, want het is de hoedemaker en het konijn. En inderdaad, gisteren heb ik Alice gehoord hier. Dat klopt, eet me, dat is Alice. Die bloemetjes vandaag, hè? Ja. Ja, inderdaad. Misschien zijn eetbare bloemen. Ja. Ja, op zich is het niet slecht gedaan, niemand komt niet tot zijn recht. Nee, dat klopt. Ja. Wie ben ik? Dank je wel. Dank je wel. Ik vind hem wel cool gedaan. En hier krijgt hij dan een bord. En komt er hier iets uit? Denk het wel. Normaal moet Alice hier uitkomen. Maar wacht, niet tot dat Alice iets zegt. Nee, dat is dan de... Nee, dat gaat hier zijn. Want dan kan ik zomaar van mijn takje afdommelen. Rara, wie ben ik? Happy birthday
moest ja, iets met een takje afbreken of aflikken of zo. Dat kan, hè? Ja, wie is het? We weten het nog niet. Waarschijnlijk Alice. Maar ik vind het wel cool gedaan, dat is. Jeffrey, jongen, hij wil dit winnen. Want zo'n grote beest waar je niks mee zet. Wat dat toch niet doen? Maar heel nog leefbaar. Ja. Zodra ik hier winnen, dan kan ik wat erachter mijn papa. Weet het niet. De kleutelwerp. Dat is met strontjes gooien dat je moet doen. Eigenlijk heb je zwarte bal nodig. We staan voor het dilemma, hè. We gaan nu naar Droomplek. Maar Jeffrey zou heel graag Villa Volta willen doen. En ik heb zoiets van, ik ga niet mee. Ik ga op de trein. Het is mooi weer. Ik ga meegaan op de trein. Ga je meegaan op de trein? Ik ga naar boven mensen dus. Ja, morgen kan je terugkomen. Ik kan dat ik daar wel voor het komen. Ja, dat is waar. Wat is er? Nee, er is hier niks nieuws aan. Ik moet alleen een keer in onderhoud. Wij maar denken dat dat al in onderhoud was. Het is dus in oktober. We worden dat helemaal vergeten, want we zijn dat gisteren al. Nee, goed, we gaan op Droomvlucht. Zo zeggen, let's go. Amuseer jullie. Dames en heren, de voertuigen zijn gestart. Blijft u rustig zitten. We gaan zo snel mogelijk weer. En ongepast voertuig kunnen we weer rijden, ongepast voertuig gaan rijden. Mensen, plannen zijn gewijzigd. We gaan niet mee met de trein. Weet je waarom? We hebben de app bekeken. En het is een beetje druk bij de trein. Ja, allee, we staan nog wel goed. Nee, maar er is maar één trein. En een ritje duurt een half uurtje. En de trein is net weg. En ja, hoe moet je dat zeggen? Mm-hmm. We hebben geen zin om een half uurtje te wachten. Gisteren wou we op een slakjes gaan, het was ook lang wachten. Vandaag op de app blijkbaar niet, want dan had ik even gaan controleren. En we gaan plezier maken. En, oh, en als we nog tijd hebben, kunnen we misschien op de indoor carousel gaan. Ja, in deze. Dat is ook een leuke. Ja, dat is ook een hele leuke. Met een echte, orgel. Met een echte orgel. Want ze hebben hier allemaal echte orgels in de carousels. Ik heb dat al een paar keer verteld, maar dat is ook zoiets typisch Efteling. In andere parken is dat zo een cd'tje dat ze opleggen, zelfs in Disneyland Parijs. Hier in de Efteling hebben ze echte orgels. Nou, echte. En dat vind je moeilijk. Dat vind ik wel leuk. Maar als ze zo, ja, de Efteling staat ervoor bekend om de pracht te bewaren. Dat doen ze nog, voor het moment. Het wordt een beetje een vraagteken wat ze gaan doen met spookslot. Als de gevel blijft staan, dan laten ze wel door de pracht staan. Dat de gevel blijft. Aanzien, de rug en de wel de ronde dat dat zo gaat zijn. Maar het eerst zien, dan pas geloven. Maar wat ik nu wel geloof is dat ik op de slapjes ga gaan. Ja, daar geloof ik nu in. Dat is wel een goed idee. Ja, hè? Dat doe ik. Wil je dat, hè? Wil je dat graag? Ja. Tof. Ja, ik ook. Dat is wel leuk. Heerlijk. Ja, die. Is dat waar heen? Ja. Ik zie hier ook zo'n feestuurtje nou opzetten. Ongelooflijk, ja. Ongelooflijk. Net als juist een totter tekort. Hoe mooi dat dat opgetrapt is. Jeffrey is in de wolken, hè? Ja, voor slak te zien had nog rap, hé. Ja. Ik vind het ook. Is dat nog een keer alles eigenlijk ook? Ja, hé. Ja, ik kan beter mijn boy meegenomen. Ja, het kan nog warmer komen, hè. Ja, ja.
van heeft veel drukker worden vandaag. Hè? Daarvoor is het ook altijd een keer leuk om op de slakjes te gaan. Ja, dat vind ik minder. Ja, dat je morgens op de slakjes gaat, dan kun je zien hoeveel volk dat er nog toe komt naar de Efteling. Ja, dat is wel moeilijk voor mij, dat stuk. Ja, vogel tegen dak. Ah nee, toch niet. Ja, we gaan niet lang duren of dat je ooit kan punten. We kunnen binnen een paar maanden. Dat is er eigenlijk al aan bezig. Jeffrey is in een fantasie, slaat hier weer op hol, hè? Ja. Normaal, hè? Dat ja. Is voilà, we staan weer in de file. Alle dagen file. Dat is niet normaal. Vullen van hier tot in Tokio. Elke dag vullen. Alle dagen terug. En nog een vast ritje bij u. Goed, is aangenaam. Wat is het aangenaam? Ja, voor je? Ja, ik heb ervan genoten. Voilà. Het is leuk. Leuk, hè? Ja. Heel tof. Het is heel leuk dat ze dat zo schoon onderhouden laten. Maar ja. Ze opknappen en doen is niet normaal. Dat klopt zeker. Ja. Er zijn alle huisjes bijna, misschien eentje nog of twee maar nog. Ze zijn toch allemaal vernieuwd geweest? Ja, allemaal vernieuwd zijn nu, ja. Ik denk dat ze nu wel binnenkort gaan beginnen aan dit hier, aan het station. Of is dat al een keer vernieuwd geweest? Dat is vernieuwd geweest. Ah. Ja. Ah, dat weet ik niet. Dat weet ik nu ook niet, maar ik denk niet. Dat kan, hè. Het is wel een keer. Want wel zin, hè. Dat in onderrot is, dan weten we dat het nog niet vernieuwd is. Ja, dat is altijd. Voilà, het is weer voorbij. We gaan een keer iets doen vandaag, wat we toch relatief veel doen. Ja, we gaan een keer in het Carouselpaleis gaan. Dat is ook leuk. En ik hoor muziek. En ik denk eerlijk gezegd dat die man daar gaat komen, de sprookjesprokkelaar. Maar goed, dit is leuker. We gaan op de carousel. Absoluut, we gaan ervoor. Met de mooie dames en de mooie sferen, de paarden, de van alles en nog wat. Wauw. De orgel. Ah, het is er nog eentje vrij. Een chance. Ik wil in de koets. Oh la la. Als je van voren zit, ik zit hier. We hebben geluk eens, hè. Oh, zalig. Heerlijk. De koets is ook versierd in het 70 jaar Efteling. Ben je dat tof?
De carousel. Oh, wat op. Ik vind die hier eigenlijk wel heel leuk in de Efteling. Dat snap ik wel. Dat is ook wel apart. Dat doet daar niet veel meer. Hè? Nee, dat is een beetje exclusief aan het komen. Ja. En dat bekijkt. Sommige dingen zijn wel goed gevonden. Ja, ja. Ik heb hier ook wel zo'n plaat. Dat vind ik wel een interessant. Ja, ja, dat is tof. Hè? Ja, dat is wel leuk. Job apart, hé. Ben je al daar hier op de carousel staan? Nee, dat je samen rondgedraaid zit. Jeffrey heeft de show al een keer gezien. Ja, klopt. Ja. Ravenheim, waar ruiters raven zullen zijn. Ben benieuwd. Ben je benieuwd? Ja, ik ook, want blijkbaar is hij aangepast. Mm-hmm. Ja. Ik ben ook heel benieuwd. Ik heb nog niks zeggen. Ik heb nog niks zeggen. Misschien vind ik hem... Van mijn mening zijn dat ik hem niet op een andere plaats misschien ja. Ja, we gaan het een keer in tijd beleven. We gaan beleven, we gaan naar Ravenheim. Dat wordt echt... Ja, gaat dat leuk worden? Ja, eigenlijk is Ravelijn best wel leuk. Zeker. Nou, als het de buitenkant is, toen alleen alles is. Qua decor, maar qua show is het altijd minder geweest. Ja. Maar goed, het verandert af en toe. En als het verandert, moeten we komen kijken. Maar ja, het is wel de muziek die ook heel sterk is. Ik vind de muziek leuk, ik vind het decor leuk. De show is wat minder, maar ik vind het geheel wel leuk. En daardoor ga ik af en toe wel nog een keer gaan kijken. En het is ook een leuke plek om te rusten.
waar raven ruiters zullen zijn. Is Halina. Ik heb mijn bijzondere raven gestuurd om jullie te halen. Waarom zijn wij hier? Ik moet deze prachtige stad beschermen tegen de kwade graaf Olaf. Er komt een dag dat ik jullie, de vijf van Ravelijn, nodig heb. Vandaag gaan jullie alles leren, zodat jullie ons, als de tijd daar is, kunnen beschermen. Ik heb twee van mijn beste gildemeesters gevraagd om jullie te helpen. Zijn om de kracht en snelheid van jullie paarden te testen. Thank you.
gaan naar beneden om onze helden de zwaardvechtkunst te leren. Kom op, laten we samenwerken. Dan gaat het ons vast lukken.
alles aan doen om Ravalijn in mijn macht te houden. Vlucht voor het te laat is. Arme dwazen. En zijn Draconicon verslagen. De stad Ravelijn is bevrijd. Bedankt voor jullie inzet en lef, helden van Ravelijn. Als ik jullie weer nodig heb, stuur ik mijn raven om jullie te halen.
Halina, dank je wel voor het vertrouwen. Je kunt altijd op ons rekenen. Wel thuis, vrienden van Ravelijn. We hebben naar Ravelijn geweest en de meningen zijn echt heel verdeeld. Ja, ja. Jeffrey, vertel eens. Ik had het wel een keer gezien, hè. Ja, ja, het is, voor mij is diversie is ik niet zo graag. Voilà, daar ga ik het bij houden. Wat vind je er niet goed aan? Dat de drak niet werkt als omdat hij kapot is. Nee, maar het is gewoon... Het is voor mij te lang. Het is te lang. Het is een heel goede stemming. Het zijn het al op één keer stemming. Het zijn heel, heel lang. Dat is een totaal niet passen, eigenlijk. Het is al altijd lang geweest, die show. Nee, ik vind hem niet, langdradig. Ik vond de vorige shows veel langdradiger. Omdat er veel zwart, lege stukken in zaten. Nu niet. Maar ja, er zitten wel wat foutjes in. Maar ja, goed, ja. Kan de effecten zijn die niet goed werken. Nee, maar wat ik gek vind... Ja, de draak werkt niet. Maar wat ik wel gek vind... Je hebt daar die ruiter daar met zijn grond die omhoog komt, hè. Ja. En bij de test werkte dat wel, maar wanneer ze de draak moeten verslaan, werkt dat dan weer niet. Vond ik wel jammer. Tuurlijk, ja, ja, maar alleen, staan we niet verkeerd. Want de show niet verleden aan 3, zeker niet. Het is beter iets dan niets. Maar, zeker, ja, maar. Ja. We gaan daar bij jou. We gaan daar bij jou. Iedereen heeft zijn versie dat het leukst vindt. Ja. We gaan daar bij jou. Beter iets dan niets. Ja. En de muziek is aangepast, en om eerlijk te zijn, vind ik de show. Voor de moment beter die nu speelt en de muziek van vroeger. De muziek van nu vind ik slechter dan de muziek van vroeger. Maar goed, dat is mijn mening. Ja. Dus, dat is een woesting ook, dat is zo'n kleding ook zo, hè? Ja, gelukkig maar. Van Tammo en een ander. Ja, gelukkig maar. Gelukkig zijn het niet allemaal Efteling-fans, want dan was het hier elke dag pottendruk. Dan was je niet alleen, Jeffrey. Ja, je weet wat ze zijn, hè. Dat jongen, moet je... Ja, dus wat gaan we doen? Ja. Uitrijden. Nu wil ze rood kapje zien, hè. Hij heeft zijn rood kapje gezien vandaag en is gelukkig. En hij wil de foto met zijn rood kapje. Want deze man hier redt honger. En wat gaan we eten? Pret. Wil je dat lusten? Dit is al wel. Deze, dat wel? Goed, hè. En ik heb roem van het frietje. Dat goed mayonaise, hè? Mag het niet, mannetje? Truffel mayonaise, maar ja. Ik noem dat dan eigenlijk champignon mayonaise. Dat kreeg ik ook wel nog savai, hè? No? Lust je dat? Lekker. Ja. Ik ook. Zal het je na, jong? Lekker. Ja? Nou, ik kan honger, doe dat mee. Hier moet ik al even mijn broodje bellen. Een drankje erbij. En misschien moet ik alles terugvinden, maar ik heb hem er alleen al. Ja, dat zou wel. Ik ga binnenkort toch wel mijn eigen bestekje pakken, hè. Ja, hoeveel jaren doet dat ook? Dat houten bestek is toch niks voor meer, hè. Bijna kijk naar de winkel van gewoon naar mijn eigen bestek. Maar dat was eigen bestek gaat zijn. Ja, maar
Nee, op andere locatie. Ja, maar like, dat is omdat ik een bloem in één bestemming heb. Maar in Disneyland zie je dat opgepakt. Oh. Ja. Nee, in Messen heb je dat opgepakt. Nee, ja, past die zo? De maak naar de meer, past niet. Nee. Hm? Dat is wel lekker. Dat was wel lekker. Ja. Ja, Jeffrey, jong. Oh, hey. Ja, een nieuwe camera. Allee, een nieuwe. Een andere camera. Ja. En het geluid is ietsje slechter daardoor, maar goed. En frietjes van eten, hoe was het? Ja, dat is lekker. Is het lekker, jong? Ja. Ja? Ja. Nieuwe plannen zagen. Nee. Ga je niet plannen zagen? Nee. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Thank you.